Ja, het was weer spannend, hè? Ik weet niet of jullie de plek herkennen waar we ons bevinden. Ja, het was gezegd, hè, we bevinden ons hier naast het Albertkanaal. En uit het verhaal met Alvi hebben jullie onthouden dat we ons hier bevinden op het grondgebied van de pastorale eenheid Sarah en Abraham. En we bevinden ons hier bij Viersel, vlakbij de sluis van Viersel. Ja, en als we dat dan gaan bekijken op de fietskaart, dan gaan we onze vierde vlag hier plaatsen. En op het einde van de zomer zullen we 10 vlaggen geplaatst hebben. Ja, en het voorwerp op de kruk, dat was natuurlijk niet de fles, maar wel het Oude Testament dat erin stak met de Hebreeuwse namen van Abraham, Isaac en Jacob. En natuurlijk moesten jullie nog niet alleen de tekst, maar ook de juiste coördinaten terugvinden. En heel wat kijkers hebben ook deze week weer hele goede en correcte inzendingen binnengeleverd. En naar welke pericoop waren we eigenlijk op zoek? Wel, we waren op zoek naar Handelingen hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 53. En die droeg als titel of als vraag: is dat werkelijk zo? Een tekst die de hele geschiedenis van het Joodse volk verhaalt. Een lange geschiedenis, dus ik ga enkele fragmenten voorlezen en voor de rest enkele accentpunten aangeven. Hoofdstuk 7. Toespraak van Stefanus. De hoge priester vroeg nu: is dat werkelijk zo? Hierop nam Stefanus het woord. Mannen, broeders en vaders, luistert. De God van de heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen deze in Mesopotamië woonde voor zijn komst naar Haran en zei tot hem: verlaat uw land en uw familie en kom naar het land dat ik u zal tonen. En dan krijgen we het hele verhaal dat loopt via Isaac en Jacob en Jozef die naar Egypte gaat. En Mozes die wordt opgevoed door de dochter van Farao en die verzoenend trachtte op te treden. En uiteindelijk een boodschap kreeg bij de brandende braamstruik. En hij was het die hen wegleidde onder het verrichten van wondertekenen in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. En nu ga ik terug naar de tekst. Ja, heb jij niet de tent van Moloch op de schouders gedragen en de ster van de god Romfa, de beelden die jij gemaakt hebt om ervoor neer te knielen? Daarom zal ik u verbannen nog verder dan Babylon. Onze vaderen bezaten in de woestijn de tent van de getuigenis. Diegene die tot Mozes sprak, had hem het bevel gegeven deze te maken naar het voorbeeld dat hem getoond was. Onze vaderen namen deze over en voerden ze onder Jozua in het land, bezet door de heidenen, die God voor onze vaderen uitdreef. En zo bleef het tot aan David. Deze vond genade in Gods ogen en vroeg dat hij voor de God van Jacob een woontent zou mogen verkrijgen. Maar het was Salomo die hem een huis bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in wat door mensenhanden gemaakt is, zoals de profeet zegt: de hemel is mijn troon, de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor een huis zult gij dan voor mij bouwen, zegt de Heer, of wat zal mijn rustplaats zijn? Heeft mijn hand dan niet alles gemaakt? En dit was de pericoop waar we naar op zoek waren. En wie heeft die als eerste juist gemeld aan de redactie via het bekende mailadres? Wel, de winnaar van deze week is... En wat heeft deze winnaar gewonnen? Wel, heel graag zal ik deze winnaar bij de hand nemen en een wandeling in de voetsporen van Ignatius van Loyola in Antwerpen aanbieden, met op geregelde plekken een zonnige stop op een culinair Bourgondisch Antwerps terras. Van ganser harte uitgenodigd. Hoe kon je nu deze pericoop op het spoor komen?
Wel, we zullen voor u eventjes de tips van de week op een rijtje zetten. Drie patriarchen, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac en Jacob. In de woestijn bezaten de vaders de tent van de getuigenis. De hemel is de troon van God. Abraham, Isaac en Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob. In Canaan, in Sichem, in de woestijn. Het is hier bloedheet. Ik ben helemaal verbrand. De braamstruiken vliegen hier spontaan in brand. Mensen doen hier allemaal hun schoenen uit. Ik hou dat hier geen 40 jaar vol. Ik wil terug naar het Albertkanaal. Nu. Het doet mij een beetje denken ook aan het verhaal van Jozef die verkocht is, die dan terechtkomt, die de hongersnood ontmoet. En dat doet me dan denken, op een bepaald moment doet Mozes zijn schoenen uit bij de brandende braamstruik en hij betreedt daar heilige grond. De farao's bijvoorbeeld. Slechts na 7 jaar, en dat betekent uiteindelijk dat dit kanaal, dat meer dan 53 kilometer lang is, want het is uiteindelijk 129,5 kilometer lang. Let wel, dit is geen tip. Velen onder u denken nu misschien, maar helaas, ik heb niet gewonnen. Geef de moed niet op, want het verhaal waarin we stappen is er een van telkens opnieuw beginnen. En ook volgende week zullen jullie de kans krijgen om in het verhaal te stappen. En vergeet ook niet dat we niet enkel de winnaar hebben, maar ook de winnaar voor het hele traject op het einde van de zomer. Diegene die niet als eerste, maar wel telkens altijd correct het antwoord heeft binnengeleverd, wel op vrijdag voor 19 uur. En met die gelukkige winnaar op het einde van de rit zullen we met alle commentatoren samen gaan eten. Van harte uitgenodigd. En ik wil toch nog een tipje van de sluier lichten voor volgende week, want dan gaan we op stap met vicaris Wim. En ik mag dat eigenlijk niet doen, maar ik ga dat toch doen. We gaan naar een onzichtbare plek, een blinde vlek in ons bisdom. Zeker kijken. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Laten we even de ogen sluiten en het stilmaken in onszelf. Laten we terugdenken aan de voorbije dag. Wat maakt jou dankbaar? Zeg gerust luid op waarvoor jij God wilt danken. Ook ik zal dit doen. Dankbaar ben ik voor al de medewerkers, het hele team achter dit zomerprogramma De Kruk. Dankbaar voor hun engagement en ook dat van de vele leerkrachten die dit speciale schooljaar afsluiten en die alle terecht de titel Leerkracht van het Jaar hebben gekregen.
Loof de Heer. Roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Loof de Heer. Roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Wij zijn dankbaar voor het goede, maar ook het kwaad was vandaag niet ver van ons vandaan. Laten we God in stilte vragen om onze redder en bevrijder te zijn. Kom, Heer, om ons te redden. Kom, Heer, om ons te redden. En vandaag lezen we uit het Evangelie volgens Johannes. 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Vervolgens richtte hij zich tot Thomas. Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger en kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Hierop zei Thomas: mijn Heer, mijn God. Laten we dit samen lezen. 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Vervolgens richtte hij zich tot Thomas. Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger en kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Hierop zei Thomas: mijn Heer, mijn God. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij rusten en waken met Christus in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereidt voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.